Marcus Schoor van de PVV. Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, hoeveel meer nog? Hoeveel meer slachtoffers zijn jullie, Kamerleden, bereid te offeren? Wanneer zeggen jullie, naïeve politici, jullie zachte heelmeesters, het is nu genoeg? Wanneer slaan ook jullie eens met jullie ubersofte vuisten op tafel en eisen ook jullie van onze overheid, van het OM, van die linkse slappe Nederland-hatende D66-rechters, dat zij ons tegen levensgevaarlijke monsters die onze kinderen ontvoeren, verkrachten en soms zelfs vermoorden, gaan beschermen? Voorzitter, punt van orde. Ik zou willen vragen dat de heer Marcus Sauer zich over onze rechtspraak uitlaat zoals wij alle onze rechtspraak georganiseerd hebben. Dat is niet een partijorganisatie in tegenstelling tot de onafhankelijke rechtspraak. Daarom draagt ze een toga. Daarom conformeren wij ons er al aan. En ik hoop dat de heer Marcus Sauer zo verstandig is om deze woorden niet meer te gebruiken. En ik neem er afstand van. Meneer Marcus Sauer? Ja, het zijn die rechters, zeg ik aan mevrouw Bikker, die nog slechts enkele jaren geleden Donnie M. straf hadden kunnen geven, vast hadden kunnen zetten, maar dat niet hebben gedaan. En daardoor is bijvoorbeeld, want hij is slechts helaas een voorbeeld, de jonge Gino 2 weken geleden vermoord. Meneer Marcus Sauer, in mijn rol als voorzitter wil ik graag dat u zich bij het onderwerp houdt. Dat is gevangeniswezen. Over rechtspraak spreken we ook. Dan kunt u naar uw gang weer gaan. Maar los daarvan hebben we hier ook nog de goede gewoonte dat we, u kunt het rechtssysteem natuurlijk aan alle kanten aan de orde stellen, dat is uw recht. Maar u kunt niet mensen die hier niet zijn van alles gaan beschuldigen. Dat moet u gewoon niet doen. U richt zich tot de minister of tot uw collega's en verder tot niemand. Dus gaat u nu verder. Ja, daarop antwoordend, kijk, dat gevangeniswezen zonder rechters komen. Maar dat is niet een vraag in de gevangenis. Dat is geen vraag die ik aan u stel of u het daarmee eens bent. Dat is gewoon mijn rol als voorzitter om u, om mensen die hier niet zijn, daar voor te behoeden. Verder kunt u uw gang gaan en kunt u ons allemaal aanspreken. Daar zijn we hier voor. We zijn ook niet van suiker, dus gaat uw gang maar en dan gaan we het verder weer horen. Wanneer begrijpen zij, maar ook jullie, nou eens, dat kindermoordenaars en serieverkrachters niet vrij rond mogen lopen, maar opgesloten moeten zitten? Bekir E. had vast moeten zitten, maar kon de tiener Humera vermoorden. Wik H. deed dat met de 10-jarige Nienke en Philip O. met Joost Wolters. Jos B. kon Nicky Verstappen verkrachten en vermoorden en Michael Panhuis verkrachten en vermoorden Anne Faber. Zoveel levensgevaarlijke monsterlijke daders die vast hadden moeten en kunnen zitten, maar vrij rond mochten lopen. En dat dus ook deden. De lijst is weerzinwekkend lang. Met als laatste slachtoffertje het 9-jarige jongetje Gino. Verkracht en vermoord door Donnie Marwa. Een monsterlijke dader die de afgelopen 10 jaar veelvuldig kinderen heeft aangerand. Slechts 5 jaar geleden nog sloeg hij toe. En door een wonder hebben die 2 jongetjes toen de aanranding en verkrachting van Donnie Marwa het wel overleefd. Die Donnie Marwa had toen opgepakt moeten worden, vastgezet moeten worden en nooit meer vrij op straat moeten kunnen rondlopen. Een of andere deskundige, zo'n GroenLinks of PvdA, geitenwolle sokken type, sprak echter van een laag recidivesrisico. En ja, Donnie Marwa kon nagenoeg zonder straf terug naar huis. Meneer Marcus Sauer, over recidive gesproken, u bent nu gewoon weer aan het doen waar ik u net van wilde afbrengen. Maar dat is hopelijk wel van een andere orde. Allerlei mensen buiten deze zaal van alles gaan beschuldigen. En dat moet u gewoon niet doen. U heeft het over, tegen de minister. U bent hier het beleid aan het bespreken. En wilt u daar nu toekomen? Het ging over het gevangeniswezen. Ja, het beleid. Misschien moeten we het daar eens over gaan hebben. Ja, nou, het beleid is dus gevaarlijke criminelen op straat zetten. Vrij rond laten lopen. Dat is het beleid. En dat wordt gesteund door een grote meerderheid in deze Kamer. Dat is het beleid. Gaat u verder. Interruptie voor u van meneer Van Nispen. Ja, voorzitter. Ik vind het... Kijk, de heer Marcus Sauer gaat dadelijk verder met zijn hele betoog. En dan is het weer iedereen schuld. En dan doet hij weer net alsof alle verschrikkelijke incidenten, waarvan er in een aantal zaken inderdaad ontzettend dingen zijn misgegaan. Daar hebben we ook hele felle Kamerdebat over gehad. Een aantal andere zaken die de heer Marcus Sauer noemt, daar weten we het nog niet. Daar moeten nog onderzoeken naar lopen. De heer Marcus Sauer doet net alsof met de oplossingen van de PVV dit soort dingen allemaal niet zouden kunnen gebeuren. En dat is ontzettende grote onzin. Dat weet de heer Marcus Sauer ook. Maar ik heb een paar vragen aan hem. Wat vindt hij van de SBF-kwestie?
het pensioen gehad van het gevangenispersoneel? Wat vindt hij van het verdwijnen van Bonjo? Wat vindt hij van het PwC-rapport en de enorme hoeveelheid aan werkdruk voor het gevangenispersoneel? Het gevangenispersoneel dat dag in dag uit staat voor de veiligheid van onze samenleving. Heeft hij daar ook nog iets tegen te zeggen vandaag? Meneer Markershoorn. Heb ik vandaag, gaat mijn inbreng daar niet over. Maar, over de eerste vraag wil ik wel even antwoord geven. Want de heer Van Nispen zegt dat wat ik hier stel, dat Nederland niet veiliger zou maken, dat onzin zou zijn. Dat is gewoon niet waar. Als je gevaarlijke criminelen, zoals Donnie Marwa, of die moordenaar van Humera, of Wik H., als je die vast had gezet en levenslang had opgesloten toen ze verschrikkelijke daden pleegden, dan hadden ze nooit meer een verschrikkelijke daad daarna kunnen plegen. Als Michael Panhuis niet vrij rond had gelopen, maar gewoon vast had gezeten, dan had Anne Faber natuurlijk vandaag nog geleefd. Of in ieder geval niet door Michael Panhuis toen vermoord kunnen worden. Dat is toch zo logisch als een, dat is toch zo klaar als een klontje. Dat begrijpt meneer Van Nistelrooy toch ook. Het punt is helder. Het is ook duidelijk. Er wordt een vraag gesteld. Er wordt gezegd dat ik onzin ben. Dan geef ik antwoord. Dan kapt u me af. Omdat het punt helder is. Het is namelijk hetzelfde wat u al eerder betoogd heeft. Dus dat levert geen nieuwe informatie op. En dat is mijn rol als voorzitter. En ik begrijp ook dat u eigenlijk geen bijdrage aan de inhoud van dit debat gaat leveren. Dat heeft u ook gezegd. Prima, dat is uw zaak. Gaat u verder? Sorry, meneer voorzitter. Het lijkt wel alsof ik me tegen dat de voorzitter meedoet aan het debat tegen mij. Dat ik me daardoor extra ontvind. Ik heb wel degelijk een hele belangrijke bijdrage aan dit debat. Mijn collega's stellen hele relevante vragen over allerlei relevante zaken. En als er interessante noten zijn, zou ik die stemmen. Ja. Maar mijn bijdrage tot het debat is, gevangeniswezen, TBS, hoe zorgen we dat de meest gevaarlijke criminelen opgesloten blijven? En als dat niet de kerntaak is van een overheid, namelijk een land veilig houden, dan zijn al die andere zaken die hier worden opgesloten, die zijn toch, dat zijn de randvoorwaarden. Dat is toch ondergeschikt. Maar dan kan het toch niet zijn dat de voorzitter zegt, kijk, dat de heer Van Nispen dat zegt, mag je zeggen, is een concurrent. Maar dat de voorzitter zich geen bijdrage levert aan het debat, dat kan toch niet waar zijn? Nou, het is wel waar. En hoe komt dat? Omdat we hebben in het uur hiervoor, daar was u niet bij, maar hebben we gesproken over de orde van deze vergaderingen. En één van die punten is dat we ons houden bij wat op de agenda staat. Alle punten die u noemt staan hier niet op de agenda. En dus is het mijn rol om u daarop te wijzen. Ook in het belang van uw collega's. En in het belang van de orde van het debat. En in het belang. Maar het is ook niet waar ook. Meneer Markershoorn, nee, ik heb het woord nu. Er is gewoon een brief binnengekomen over Donnie M. Ja. En ook in het belang van mensen die hier gekomen zijn voor een debat over dit onderwerp. En er zijn allerlei andere gelegenheden waarbij u deze inbreng kunt leveren. En dan zal ik u geen strobreedte in de weg leggen, behalve als het gaat over het noemen van allerlei personen die hier niet zijn. En dat is mijn punt. En dat is mijn rol. En als u zich daartegen wil verzetten, dan moet u bij het presidium zijn. En dan moet u daar klachten over mij in gaan dienen. En nu gaan we verder. U heeft inmiddels 1 uur, zo voelde het, 1 minuut en 1 3/4 minuut erop zitten. Dus u heeft nog ruim 2 minuten. Toch nog één kleine correctie, want mensen luisteren ook mee. Er wordt gezegd dat ik spreek over de zaken die niet op het debat staan. Op de agenda staan. Donnie M. staat wel degelijk op deze agenda. Ik heb daar een brief over gevraagd tijdens de regeling. Dat is ook door meerdere Kamerleden gesteund. En die zou bij dit debat worden betrokken. Heel veel Kamerleden hebben hier gezegd, nou, we steunen geen debat. Maar het moet worden betrokken bij dit debat. En dat doe ik dan netjes. En dan krijg ik van de voorzitter zo horen, ook van collega Van Nispen, maar oké, nogmaals, dat is een concurrent, even goede vrienden, dat ik niet iets spreek over wat relevant is. We hebben het gewoon op de agenda gezet. Ik heb het netjes aangevraagd bij de regeling. En heel veel Kamerleden hebben gezegd, ja, tuurlijk moet dat tijdens dit debat worden besproken. Meneer Van Nispen. Die zaak is hartstikke relevant. Ja. En ik laat mij niet zeggen dat iemand hier dan ook die zaak niet relevant vindt. Iedereen heeft daar een brief over gevraagd. Iedereen wil tot op de bodem uitgezocht hebben wat daar is gebeurd en wat er is misgegaan. Dus ga hier nou niet mensen verwijten maken. Inderdaad, in een alinea wordt inderdaad in een brief van de minister gezegd dat die zaak nog moet worden onderzocht. Maar om nou te doen alsof de hele zaak, alsof we precies weten wat daar is gebeurd en alsof voorstellen van de PVV dat hadden kunnen voorkomen, vind ik te gemakkelijk. Verder moet de heer Markershoorn vooral zijn verhaal houden. Dus maak het vooral af. Maar ik had echt gehoopt dat hij hier ook een bijdrage had voor al die mensen die hier op de tribune zitten om iets te doen tegen de werkdruk van het gevangenispersoneel, et cetera. En dat hij dat niet doet, vind ik teleurstellend. En laat dit nou alsjeblieft zo snel mogelijk over zijn. Ja. Hervat u betrokken? Toch een antwoord. Ja, over die werkdruk heb ik al, sinds ik ook lid was in de Eerste Kamer, heel veel gezegd, ook in het verleden. Dat is natuurlijk een grote fout, dat die gevangenissen destijds door de VVD zijn gesloten. Ook met steun van heel veel Kamerleden hier, van fracties hier. En ik heb ook in het verleden gezegd, we moeten niet gevangenissen sluiten, maar bijbouwen. En we moeten zoveel mogelijk criminelen daarin
huisvesten, hè, dus opsluiten. En dan was de werkdruk nu ook minder geweest. Als je, maar wat is er gebeurd? Er zijn gevangenissen gesloten. En dat is, dan moet worden gerepareerd, dat beleid. Nou, prima, ik steun al die voorstellen die zorgen voor minder werkdruk. Maar vooral door het bouwen van meer cellen, zodat meer criminelen opgesloten kunnen worden. Gaat u verder. Wat een klap in het gezicht van de slachtoffertjes en hun familie was dat. Dat die Donnie Marwa destijds zo'n lage straf heeft gekregen. Wat een onrecht, maar ook wat een aanmoediging aan alle vieze kinderverkrachters en moordenaars in Nederland. Tot en met in Mexico weten ze, als je kinderen iets wilt aandoen, moet je in Nederland zijn. Want daar krijg je geen of amper straf. Of je wordt behandeld in TBS-klinieken. Daar kan je relaties aangaan met vaak jonge, naïeve behandelaars. Je heet geen dader, maar cliënt of patiënt. En het is daar een walhalla aan vrijheden. TBS is verlof, verlof en verlof. En je bent zo weer vrij. Tot en met in Mexico, zei ik, voorzitter. Want daar kon Nelson M. van de verboden pedoclub Martijn naartoe vluchten. En wat deed Nederland? Niks. Niet met zijn paspoort afgenomen, niet eens een internationaal opsporingsbevel. Nederland vindt het blijkbaar prima dat de meest gevaarlijke kinderverkrachters, die seks tussen kinderen en volwassenen verheerlijken en propageren, zich vrijelijk bewegen. Binnen Nederland en buiten Nederland. Nederland stelt dus willens en wetens kinderen, zowel Nederlandse als buitenlandse kinderen, bloot aan de meest gevaarlijke kinderverkrachters van de wereld. Het is allemaal zeer misselijkmakend. En iedereen hier die niet, net als de PVV, pleit voor zware straffen, levenslange straffen, voor de meest gevaarlijke, monsterlijke en smerige daders van Nederland, is politiek medeplichtig aan de verkrachting en moord op onze vrouwen en onze kinderen. In dat kader, voorzitter, een van die mensen die mij ook misselijk maakte deze week was, ik zal zijn naam niet noemen, Johan Bak, de algemeen directeur van de Reclassering Nederland. Een club, en er werd net een beetje geëchoed door D66. Een merkwaardige zin. Ik zal zijn naam niet noemen. Vervolgens noemt u zijn naam. Ik zal zijn naam niet meer noemen. Ik zal zijn naam vanaf nu niet meer noemen. Een club die van. Dat is echt, dat is echt winst. U zal vanaf nu zijn naam niet meer noemen. Club die. U moet gewoon hiermee stoppen. Ja. Dat begint een gewoonte te worden hier, dat we allerlei mensen die hier zich niet kunnen verdedigen aanvallen. Ik zal me daartegen verzetten. Ja. Maar ik wil daar van een reactie op u. Ja, u zegt, ik zal zijn naam niet noemen en u noemt hem wel. Wat is uw intentie nou eigenlijk? Ga daar nou eens even op in. Kijk, ik vind eigenlijk dat als mensen die een formele functie bekleden, ons formele brieven schrijven als commissie, en dat heeft deze meneer gedaan, de algemeen directeur van de Reclassering Nederland, ik zal zijn naam dan niet noemen om u te dingen. Ik vind eigenlijk dat als die ons openlijk brieven kunnen sturen, waar wij dan blijkbaar iets mee moeten doen in dit debat, en dat ga ik nu ook doen, en D66 is net ook ingegaan op die brief en op die cijfers die daar worden genoemd, dan vind ik eigenlijk dat wij best die namen kunnen noemen. Maar oké, ik begrijp dat de voorzitter dat niet wil. Ik begrijp ook dat het een goede gewoonte is. Dus ik zie eigenlijk niet waarom het verboden zou moeten zijn. Als mensen niet genoemd willen worden, moeten ze ons geen formele brieven sturen. Dan moet de minister dat doen. Nou, ik ga het hier. Wij spreken elkaar apart nog wel een keer hierover. Gaat uw gang en u wilt het blijkbaar niet noemen. Nou, probeer het ook eens zo te doen dan, zou ik zeggen. Gaat uw gang. Een club, dus die Reclassering Nederland, die van deze minister, met toestemming van al die linkse politici hier, ieder jaar 160 miljoen euro overgemaakt krijgt. Een club die gelooft, en D66 echode het een beetje net, echode het, dat als je enge daders niet vastzet, maar vertroetelt, alles vanzelf goed komt. Die enge algemeen directeur schreef onze Kamer deze week een brief, waarin hij vurig pleit taakstraffen op te kunnen leggen aan kinderverkrachters. Dus in plaats van meer cel wil hij daders als Donnie Marwa slechts een taakstraf kunnen geven. Voorzitter, dat staat er gewoon niet in. De tijd is om. Mevrouw Mutler. Volgens mij moeten we echt met elkaar gaan afspreken of we dit soort bijdragers überhaupt toestaan. Niet dat ik uw mond dood wil maken, maar als u allerlei aannames heeft of verschrikkelijke dingen zegt over rechters, over, mensen, je collega's, over directeuren die gewoon hun mening mogen geven. Als je daarbij allerlei zaken aan toevoegt, meningen aan toevoegt, dan vind ik dat echt, echt buiten alle orde. En ik vind dat we daar een keertje gewoon mee moeten stoppen. Dit kan niet, voorzitter. Ja, dank u. Wat kan dan niet precies? Welke mening heb ik dan gegeven die niet op waarheid berust is of die ik niet letterlijk uit de brief haal? Nou, weet u, ik ga hier verder niet tijd van. Ja, ik stel de vraag terug, maar we zitten niet op antwoord te wachten. Mevrouw Bikker nog hierover.
Nou, voorzitter, opnieuw alleen feitelijk. Ik heb de brief van de reclassering goed gelezen. En het punt over serieverkrachters wat de heer Marcus Sauer maakt, dat staat in zijn tekst, maar niet in de brief van de reclassering. Klaar. Ja, meneer Marcus Sauer. Tuurlijk niet, mevrouw Bikker. Dank u voor de vraag. Tuurlijk staat dat er niet letterlijk in. Maar als er staat, trek het taakstrafverbod in, artikel 22b, trek het wetsvoorstel uitbreiding taakstrafverbod in, ja, dan is het toch logisch dat er ook straffen onder vallen als, als verkrachting of als aanranding. Dan is het toch ook logisch als hij zegt geen zo min mogelijk voorlopige hechtenis. Dan zegt hij toch ook dat mensen als Donny Marwa bijvoorbeeld nu eigenlijk niet in voorlopige hechtenis zouden moeten. Tenzij, dat is een hele, tenzij zwaarwegende belangen. Dus dat, en dat komt toch bijna, als je zijn hele brief leest, dan komen die zwaarwegende belangen toch bijna nooit voor. Het is toch één groot pleidooi voor veel minder straffen en voor veel meer elektronische detentie. En natuurlijk zegt hij niet dat alle enge daders vrij rond moeten lopen. Maar als je die brief goed leest, komt dat er in de basis eigenlijk wel. Mevrouw Bikker. Ja, voorzitter, wat ik spijtig vind, is dat de heer Marcus Sauer nu de reclassering echt in een daglicht zet. Wat totaal niet matcht met wat onze steden nodig hebben. Er zijn heel veel kleine dieven, beginnende criminelen, kruimeldieven, winkeldiefstal, cybercrime. Die juist niet opknappen van die gevangenissen die de heer Marcus Sauer wil bouwen, waar iedereen dan heel lang zit, om elkaar nog meer slechte dingen te kunnen leren of zo. Maar die wel opknappen van een reclassering die met ze op pad gaat, die ze op de goede weg brengt. En daarom zou ik, voorzitter, we kunnen het hier nog heel lang over hebben en ruzie over maken. Het lijkt mij veel interessanter. Meneer Marcus Sauer, laten wij gewoon een keer samen naar de reclassering gaan, in plaats van dat we hier allerlei dingen tegen elkaar lopen te schreeuwen die verbezijden de waarheid zijn van uw kant en waarvan ik echt hoop, als we samen die maatschappij ingaan, kunnen we het ook hebben over die hele moeilijke gevallen, want ik ben met u eens, dat is een zoektocht. Maar laten we ook echt recht doen aan het goede werk wat er in de gevangenis gebeurt en door de reclassering gebeurt. En ik vind het vreselijk dat u dat op één hoop gooit. Meneer Marcus, kort. Dank u wel. Kijk, als mevrouw Bikker nou die brief had geschreven en het zo had verwoord zoals ze net had verwoord, had ik veel minder munitie gehad. Maar de brief wordt geschreven en daar staat gewoon in, trek het taakstrafverbod in, artikel 32b SR. En daar kan ik niet anders dan concluderen. En mevrouw Bikker is ook juriste, dan kan ze niet anders dan concluderen dat er ook ernstige misdrijven, zoals aanranding, zoals verkrachting, ondervalt. Dus ja, natuurlijk zijn er kruimeldieven, hè? De 80% of 70% in gevangenis, natuurlijk. En ik zeg niet wat ik daar op dit moment nu van vind, maar natuurlijk is dat een andere categorie dan monsterlijke daders. Dat begrijp ik ook. En die moet je ook anders straffen. Die moet je wel straffen, maar die moet ook anders gestraft worden. Dus nogmaals, als die brief anders was geschreven, had ik ook een andere inbreng gehad. Maar er staat gewoon dat ook gevaarlijke verkrachters, ja, nee, ook gevaarlijke krachters, niet in voorlopige hechtenis per se hoeven te zitten. En niet onder het en dat dat taakstrafverbod niet op hun hoeft te gelden. Dus ja, dat staat er. Ik kan het niet mooier maken dan dat het er staat. Wat er staat kan iedereen lezen. Ja, we gaan een nieuwe bril kopen. Meneer Sneller had nog een interruptie voor u. Nee, het is goed dat de heer Marcus zegt dat hij gewoon inderdaad dingen erbij fantaseert bij de brief. Maar wat er wel in die brief staat, want hij leest natuurlijk de voetnoten ook heel goed. Ja. Dat gaat namelijk over die 70-80% van de gevangenispopulatie waar de heer Marcus zelf van erkent dat hij er geen mening over heeft, waar hij niks over heeft gezegd, terwijl daar natuurlijk wel problemen zitten. En in die voetnoot staat, als wordt gecorrigeerd voor verschillen in populaties, blijkt dat werkgestraften 47% minder recidiveren dan gevangenisgestraften, zowel op de korte als de lange termijn. Dus mag ik dan in dat woordje wat hij in reactie op mevrouw Bikker zegt, dat die anders gestraft moeten worden? Dat hij wel degelijk ziet dat deze wetenschappelijke bewijzen er zijn dat dat nuttig is en dat dat zinvolle straffen zijn. En dat we dus inderdaad moeten kijken dat we die groep ook slimmer gaan straffen. Meneer Marcus. Ja, ik ben voor slim straffen, maar ik ben wel voor straffen. Dus als iemand een misdaad begaat, dan moet hij daarvoor gestraft worden. Dus straf is wel degelijk een heel belangrijk element van straf. En niet alleen resocialisatie en het terugdringen van recidieven. Het op één hoop gooien van recidivecijfers vind ik altijd gevaarlijk, want ik weet niet welke categorieën erin zitten. Ik kan me voorstellen dat iemand één keer, laten we zeggen, fraudeert, een straf krijgt of een werkstraf krijgt en dan
minder recidiveert, dat dat een interessant cijfer is. Maar dat zegt me eigenlijk niks over. Als dat cijfer op één hoop wordt gegooid met een verkrachter, dan lijkt het dus net of dat recidieve cijfer wordt gemiddeld. En dan lijkt het net alsof we dat lage recidieve cijfer, relatief lage recidieve cijfer, ook op die verkrachter plakken. Ik ben dus niet alleen voor slim straffen. Ik ben ook vooral geïnteresseerd om heel goed in de gaten te houden wie recidiveert. En niet alleen te kijken naar hoe lang die dan of hoe die gestraft is, maar ook welke misdaad die heeft begaan. Dat vind ik interessant. Het is winst. Het is de eerste keer in een jaar dat ik de heer Marcussen op nieuwsgierigheid betrap. Dus dat is op zich grote winst. Maar dan stel ik ook voor dat hij ook gewoon het artikel er eens bij pakt en het ook gewoon leest. Want 70% van de gevangenispopulatie, ja, dat zijn natuurlijk niet de verkrachters waar de heer Marcussen het over heeft. En dat weet hij zelf donders goed. Dus ik reken dan ook op zijn steun als we inderdaad gaan kijken naar hoe we slimmer, effectiever kunnen straffen. En dat nota bene in hetzelfde brief staat dat uit onderzoek blijkt dat ook dat vergeldingselement er wel degelijk stevig in zit. Ja, dat komt onder andere omdat 90% van alle verkrachtingszaken in Nederland niet wordt opgelost. En dus 90% van de verkrachters in Nederland vrij rondlopen. 10.000 of 12.000 mensen die in de cel horen te zitten, ook voor ernstige misdrijven, zitten niet in de cel. Die lopen ergens vrij rond, soms in het buitenland. Dus dat de gevangenispopulatie op dit moment bestaat voor 70% uit relatief, laten we zeggen, de minder ernstige misdrijven, komt dus vooral om een heel laag oplossingspercentage van de ernstige misdrijven en omdat rechters weigeren ernstige daders heel lang te straffen. Dus ik begrijp best dat die populatie 70% bestaat uit mensen die een relatief niet zo zware misdrijf hebben begaan. Ik denk dat dat een groot probleem is. De populatie had natuurlijk voor 70% of voor 80% of voor 90% uit hele zware criminelen moeten bestaan. Dank u wel. Ik ga naar de bijdrage van de heer Van der Staaij van de